Welkom allemaal. Binnen Discheo is een van de sporen de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie. In de afgelopen tijd is gewerkt aan een inhoudelijk en conceptueel model. En nu is een nieuwe versie daarvan gereed. Sandra Leijten van VNG Realisatie neemt je mee in het thema begroeiing. Dankjewel Lucille voor deze introductie. Groen in de zorg is onderdeel van reële objecten, functionele ruimte en geografische ruimte. Ik heb de verschillende groen objecttypen nog even in een overzichtsplaatje bij elkaar gezet. Voordat ik deze objecttypen allemaal één voor één ga langslopen, wil ik eerst nog even aangeven wat het onderscheid is met de huidige situatie. Als we kijken naar de begroeiing. Belangrijkste verschil is dat we in de zorg een scherpe onderscheid maken tussen reële objecten enerzijds, dus de objecten die je in het terrein daadwerkelijk ziet staan, en de functie die daarbij hoort, de functionele ruimte in de zorg. Voor groen kun je als voorbeeld nemen dat het reële object is een gras- en kruidachtige, een oppervlakte met gras- en kruidachtige begroeiing. En de functie die dat kan hebben, kan zijn een sportveld of een oever. Dat geef je dus weer als een functionele ruimte. Tweede belangrijke verschil met de huidige situatie is het detailniveau in de zorg. In de zorg nemen we vooral de algemene objecttypen op. We werken volgens de grondgedachte van het uitklapmodel, dus in de zorg de algemene objecttypen. En de verdere detaillering en uitbreiding op die algemene objecttypen komt vooral in de sectorale registraties terecht en dus niet in de zorg. Dan lopen we de verschillende objecttypen langs. Ik begin met de reële objecten rondom begroeiing. In het linkervak zie je de reële objecttypen staan. En rechts heb ik de typering bij de verschillende objecttypen nog wat verder uitgewerkt. Wat hier opvalt is dat alleen nog gras- en kruidachtige voorkomt in de zorg. Grasland overig en grasland agrarisch komen niet meer terug in de zorg. Die komen natuurlijk nog wel steeds terug in de sectorale registratie. Wat verder misschien opvalt is dat groenvoorziening niet meer in het rijtje staat. Groenvoorziening wordt in de zorg eigenlijk opgenomen als de aparte onderlinge onderscheiden objecten. Dit betekent dus dat ze opgenomen worden als struiken of als gras- en kruidachtige. Dan de onbegroeide grond. Onbegroeide grond is een nieuw begrip. Nou, het is niet helemaal nieuw, omdat in de BGT natuurlijk ook onbegroeide grond voorkwam. Maar dan was het opgenomen als een fysiek voorkomen zand bij onbegroeid terreindeel. Dan zie je nog bij het rijtje van het natuurlijk groen dat daar duin ontbreekt. Ook voor duin geldt dat we dat in de zorg opnemen met de begroeiing die fysiek in het terrein aanwezig is. Dus dan moet je denken aan struiken, aan gras- en kruidachtige of aan onbegroeide grond. Duinen komen nog wel terug bij de geografische objecten. En als laatste wil ik nog even wijzen op de landschapselementen, helemaal rechts op het plaatje. Daar zie je twee nieuwe objecttypen verschijnen en dat zijn de boomrij en de tuinwal. Als we dan kijken naar de functionele ruimte, dan zie je dat er eigenlijk voor functionele ruimte niet zoveel gewijzigd is ten opzichte van de huidige situatie. Hier zie je weer de functionele ruimte die voorkomen en de typering, maar die is exact hetzelfde zoals die nu in de BGT zit. Dan hebben we nog de groene geografische ruimte. Ook bij de groene geografische ruimte geldt dat er weinig onderscheid is met wat er nu in de BRT zit. Er zijn twee dingen die ik hier even wil noemen. In ieder geval strand- en zandverstuiving zie je in dit rijtje terugkomen. Die zaten in de huidige BGT natuurlijk als fysiek voorkomen zand. Maar die zijn hier bij de landschappelijke gebieden opgenomen. Daar horen ze ook beter thuis. Wat ik hier nog wil noemen is dat we hier het duingebied hebben opgenomen. In tegenstelling tot in de huidige situatie waar de meer reële situatie duin wordt opgenomen. Dit was wat ik wilde vertellen over begroeiing in de zorg. Wil je het allemaal nog eens nalezen, dan verwijs ik jullie naar het consultatiedocument. En voor nu bedankt voor jullie aandacht. Wil ik je hartelijk bedanken voor je aandacht en je bijdrage aan de consultatie. En mocht je nou nog vragen hebben, dan nodigen we je uit om aan te sluiten bij een van de vragenuurtjes op 6 april of op 8 april. Meer informatie hierover vind je op onze website. Tot ziens!